Het is inmiddels dikke stress op de kamer, want we moeten allemaal onze kast inpakken. Een aantal dingen waren weer niet op orde, dus we moesten een paar rondjes om dit mooie gebouw heen lopen. Vandaag is eindelijk de dag waar we zo lang naartoe hebben geleefd. Ja, zoals je kan zien ben ik onderweg naar Roel. Die ga ik nu ontmoeten en dan gaan we lekker samen naar Den Helder rijden. De backpack is best zwaar, moet ik zeggen. Maar ja, zal er maar moeten wennen, want de komende 8 weken zal het minstens zo zwaar worden. Ja hoor, daar is hij. Hey, gozer. Ja, zeker. Jij ook? We beginnen hem wel een beetje te voelen, eerlijk gezegd. Nog 100 kilometer naar Den Helder. En dan moet het toch echt allemaal gaan gebeuren, ben ik bang. Nou ja, ben ik bang. Ik ga het zien. Het is allemaal één grote verrassing. Dus daar kon ik ongeveer 2,5 uur rijden. Gelukkig liggen bijna alle spullen al in Den Helder. Dus ik hoef nou maar 2 tasjes mee te nemen. Mijn volgende in de rij. Volgende in de rij. Nu verzamelen. Een beetje zin in. Ja, zeker. Ik ben Laurens, ik ben 23 jaar en over 2 dagen gaat het eindelijk beginnen. 8 weken dat we ook niet naar huis mogen. Dus we zitten echt volledig in quarantaine vanwege corona. Ik heb hiervoor communicatie en ICT gedaan. Allebei studies die ik niet heb afgemaakt. Omdat het, heel eerlijk gezegd, het in een klaslokaal zitten is gewoon niet echt mijn ding. Ik leer meer door te doen. Praat hier met 2 woorden. Ja, bootsman. Ik ben Roel Beekman. Ik ben 23 jaar oud. Ik woon hier in Voorhout. Koken is gewoon mijn passie en ik wil mijn passie eigenlijk gewoon voortzetten op een marineschip. Nou jongens, we zijn er. Nou, we hebben er super veel zin in. Ik ben Fleur, ik ben 21 jaar. Ik werk als verpleegkundige in een ziekenhuis, maar wil nu gaan werken als verpleegkundige bij de marine. En daarom begin ik morgen aan de EMV, de eerste militaire vorming. En daarom ben ik nu mijn tas aan het inpakken, zodat ik genoeg spullen bij me heb. Hoi, ik ben Rick Verhoeven, ik ben 18 jaar. Voordat ik hier aan begon heb ik eerst de VEVA-opleiding gedaan. Dat duurde 1,5 jaar. En daarna heb ik nog gewoon een jaartje gewerkt. Maar nu mag ik eindelijk beginnen. Diana, tot jullie. Nou, recensie is net geweest. En hier loop ik dan. Maar in de kazerne Airfans binnen. Het gaat nu echt daadwerkelijk beginnen. Goedemiddag, mijn naam is IJ Meerts. Ik ben 20 jaar oud en ik kom uit Soesterberg. Ik heb de opleiding Mechanical Engineer niveau 4 gedaan. En ik ga zo dadelijk de EMMV doen, opleiding tot matroos. Ik heb besloten om op deze prachtige, absoluut niet regenachtige dag mijn lege kisten alvast in te lopen om te voorkomen dat ik later blaren krijg. Dit is bak 056, afgekort bak 6. Dan mogen jullie de bootsman volgen. Begin alvast te lopen, want we lopen vooruit. Ja, wat gaan we vandaag doen? We hebben net de sleutels gekregen, al onze benden. Oh, dit is best wel groot. Ja, hè? En heel warm. Super warm. Goed uitzicht. Heel leuk dit. We hebben dus 20 minuten om te kleden, om te scheren, om de make-up eraf te halen en om klaar te gaan staan. Dus we hebben haast. Let's go! Nou, broekie gaat aan, mooi wit shirtje eroverheen. Dan hebben we zometeen het mooie overalletje, dat gaan we gewoon lekker aandoen. We hebben een petje gekregen met allemaal onze naam erop, hebben we erop gezet. Gaat goed jongens? Zeker. Ja? Lekker man. Nou, waar staan we dan? De mooie baard die moet helaas af, want ja. Het moet allemaal hetzelfde eruit zien.
Nou, we zien er weer uit als 12. Nou, sinds we dit er nu aan hebben, moeten we dus dit alles met looppas doen. En je mag nooit in je eentje over het terrein. En we moeten hier verzamelen. Nou, daar zit ik dan. De eerste maaltijd binnen de kazerne Efkens. Ik moet heel eerlijk zeggen, het ziet er goed uit. En ik ga hier nu van genieten. Ik ben benieuwd wat het brengt. Heerlijk gegeten. We hebben lekker gegeten, jongens. Ja, zeker. We hebben dus net macaroni gegeten. En daarvoor moesten we binnen 20 minuten hele tenue aan trekken volgens de regels. Nou, er zijn dus hele strenge regels voor. Je mag je veters moeten goed opgeborgen zitten. Er moeten elastiekjes om je benen heen, noem maar op. Dus dat was nogal streng. En je hebt je streepmacht gekregen? En inderdaad, we hebben onze streep gekregen. Alle plakaten zitten erop. Dus we zijn officieel matroos eentjes. We zijn er. We hebben vandaag de administratie gedaan. De eerste lesjes gekregen over het bed opmaken dat we net moeten doen. Deze vouw heet ook wel de zustersvouw. Wat doe jij allemaal, joh? Ja, dat is gewoon zo. Dat is informatie. Dat moet erbij. We hebben nu 40 minuten de tijd om onze bedden op te maken. Het is even een klussie. Gaat het goed, jongens? Nee, sowieso. Gemixte gevoelens hier, maar we gaan ons best doen. Zodat om 8 uur komt de sergeant even langs. En dan gaat hij alle bedden controleren van iedereen, of het goed is. Ben je goed geweest? Nee. Nou, zojuist de kamerinspectie gehad. Nou, hoe ging het, jongens? Ah, ging goed. Ja, ging goed, toch? Heel goed. Er zijn twee bedden goed. Alleen linksonder moet een klein beetje fijn getuned worden. En rechtsboven weer 20 minuten de tijd voor. Dus Peter gaat het nu al goed. Het was perfect. Hoe vond je de opmerking van de bedden? Goed. Wat zijn ze nou ook weer? De wonderen zijn de wereld nog niet. Ja. Dat is toch perfect. Nou, het is dus nu 9:30. Om 10:00 moet het stil zijn. En morgenochtend... Fris en fruitig. 6:55. Klaarstaan. En dan ontbijten. Jongens, hebben we er een beetje zin in? Ja, heel erg. Allemaal? Zwijgen naar je ouders dan. Hoe laat is het? Het is nu 7:55. Oh, mooie tijd. Nou, goedemorgen. Bedje is weer lekker opgemaakt. We hebben net ontbeten. En wat moesten we net doen, jongens? Omdat iemand het voorlegstein. Omdat iemand het had zijn telefoon bij zich. Hoppa, moesten we zo gaan liggen? Nou, hoe lang hebben we zo gelegen? 3 minuutjes of zo? Ja, zoiets. Ja, ja. Ja, dat was wel even lekker, hè? Of niet? Ik ben erger gehad, toch? Normaal gesproken zijn heel veel dingen common sense. Wat zeggen inderdaad, hey, dat doen we eigenlijk altijd. Elke dag een onderbroekje verschonen, wat dan ook. Denk ik. Oké, dag 2. Vandaag een beetje administratieve dingen gedaan. De mariniers die zijn net langsgekomen. Er werd verteld dat we onze kasten moeten gaan indelen. Dus dat gaan we nu doen. Ik ben al een klein beetje begonnen, maar dit ziet er natuurlijk niet uit. Wij hebben dus zoveel troep. Wij moeten 4 tassen... Moet je in dit kastje plaatsen. Het is inmiddels dikke stress op de kamer, want we moeten allemaal onze kast inpakken. Nou, dat moet niet gewoon zomaar 1, 2, 3. Nee, dat moet spik en span. Volgens de instructies. En dan komen ze dit zo controleren. En als we het fout doen, dan moeten we nog maar zien wat er gaat gebeuren. Hey, we hebben vandaag geleerd hoe we onze kleren moeten opvouwen op A4 formaat. Nou, dat te zien is het mooi. Ik heb het overleefd voor dusver in ieder geval. De kast is nog vol. Morgenochtend krijgen we weer een kamerinspectie. En dan moeten we ook daarvoor schoonschippen. Dat houdt in dat de hele kamer gestoft moet worden. Gestofzogen, schoongemaakt, gelapt enzovoort. Dus dat gaan we morgenochtend om 5:00 maar eens doen. Rusten.
Oké, nou, de eerste is naar huis. Degene die bij ons op de kamer ligt, die is net gesnapt met een sigaretje. Eentje minder op de kamer, dat zal wel wat gevolgen hebben. Maar goed, we gaan gewoon door. We hebben nog goede moed. Dus komt goed, hè? Komt helemaal goed. We zijn hier bij de les van bak 4. We zijn met z'n allen punten aan het bedenken wat we van elkaar verwachten. Eerlijkheid naar elkaar. Eerlijkheid duurt het langste. Samenwerken. Vooral in deze 9 weken gaan we elkaar allemaal heel hard nodig hebben. Dus het is heel belangrijk. En dit is hier gewoon zo netjes naast elkaar. Eenheid, allemaal hetzelfde. Duidelijk. Ja, over... Enkele dagen hebben we ons eerste intro-bivak. We hebben een paklijst gekregen. Alles wat we hebben gekregen hebben we afgevinkt. En dat zijn we nu aan het afwerken. Dan komt zo dadelijk de sergeant eventjes bekijken of alles goed is. Zoals je kan zien ben ik behoorlijk bezweet, want een aantal dingen waren weer niet op orde. Dus we moesten een paar rondjes om dit mooie gebouw heen lopen. Omdat we de tijden niet hadden gehaald. Maar we moeten nu dus onze snackpakjes klaarmaken. Ja, alle koekjes, alle lekkernijtjes die we meenemen, die doen we in ons opvest. Dat is dit ding. Zodat we onderweg kunnen eten. Ja, wat hebben we allemaal? Havermoutje, lekkere koekjes. Dus we zijn nu gewoon met z'n drie een snackpakje aan het maken. Zodat we, als we morgen op bivak gaan, goed voorbereid zijn. Dat we genoeg energie hebben. En dat we er gewoon dit weekend vol tegenaan kunnen. Ja, gewoon even doorknallen. En we hebben nog steeds zin in. Het is echt leuk. Vinden jullie het nog leuk, jongens? Gaat het nog goed? Ja hoor. Mooi. Ik moet helaas de 1V gaan verlaten. Want ik heb een knieblessure. Ik krijg nu een revalidatietraject. En de bedoeling is dat ik dan gewoon weer kan instromen in januari. En dan gaan we die barret gaan halen. Vier, pak 4! 3, 2, 1! Amman peddel.